Hey, what's good team? Mijn naam is Dave Vecht en super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Oké, dus weet je, school is weer begonnen. Ik heb bijna een hele week niet geüpload, sorry daarvoor. Wat staat er op de planning van vandaag? We gaan vandaag weer eens even lekker een Q&A doen. Allereerste vraag. Steven, wat zou je doen als je een koe was? De hele dag gras eten en zo. Gedacht, wat er gebeurde als je elke dag paard moest rijden? Steven, wat is het raarste waar je ooit over hebt gefantaseerd? Hey meid, het raarste waar ik ooit over heb gefantaseerd is je moeder. Wat vind je van mijn badjas? Wat vinden jullie van mijn badjasje daar? Dat is een mooi dingetje. Zal je een piepelvergroting opwegen? Nee, natuurlijk niet. Mijn is al een meter. Why the fuck you lying? Why you... Echt waar. Als jij je haar moest verven, welke kleur? Nou, als ik mijn haar ooit ga verven, ten eerste als ik het ooit ga doen, zal ik het alleen doen omdat ik de 100.000 abonnees of zoiets heb. Kijk, ik wil wel met jullie een afspraak afleggen als ik voor zoveel duizend abonnees heb, dat ik mijn haar ga verven. En de kleur wat ik dan wil doen is groen. Want groen is echt lelijk. Heb je een vriendin? Oké, jongens, ik ga jullie nou mijn vriendin laten zien. Niet schrikken, ze is echt kapot lekker, ja? Maar niet schrikken, want ze is verlegen, ze is echt een schatje. 2000 years later. Ga staan, lul. Oké, hier komt mijn vriendin. Oh, auw, ze heeft me gewoon geraakt, joh. Omschrijf jezelf in één woord. Ik omschrijf mezelf in één woord als... Tot straks, na de reclame. Ik omschrijf me in één woord als... Ik kan niet bedenken. Je hoofd kaal scheren voor 100 euro. Nee, ik zou mijn hoofd niet kaal scheren voor 100 euro. Maar als er een nulletje achter staat, dan ben ik altijd open voor dingen. Waarom ben je met YouTube begonnen? Oké, heel veel mensen van jullie vragen. Ik ga nu echt gewoon antwoord geven voor het eerst in mijn hele leven. Oké, ik ben begonnen met YouTube omdat ik zelf vond ik altijd leuk om te kijken naar YouTubers. En vooral om het gevoel te hebben van... Jeeber, ik moest echt lachen om en ik vind het leuk. En YouTube vind ik zelf, ik vind het maken van YouTube films, ik vind het echt lachen, ik vind het leuk om te doen. En het leukste wat ik eigenlijk echt wil, ik wil een sfeer maken, weet je, dat jij naar me kijkt en deze denkt van... ik vond het wel grappig. Volgende vraag. Hey, weet jij wat jij even moet doen? Je moet even achterlaten in de reacties. Gewoon iets wat ik moet doen. Dus gewoon een opdracht en niet een vraag. Want ik wil nu ook een keer een video maken dat ik allemaal opdrachten doe. Zou je ooit naakt poseren in een blad? Nou, je wil niet weten wat ik nu allemaal aan heb. Heb je ooit wel eens een tampon in je kont gestopt? Ja, tuurlijk, doe jij dat nog. Heb je met Ilse Kremen? Tuurlijk heb ik met haar. Dit is echt goed titel. Psst. Nee, ik heb geen verkering met haar. Was puur gewoon voor de video. Hey mensen, oké, dit was het weer voor vandaag. Voor de rest, ik wil je echt bedanken voor de 62k. We gaan echt heel hard. En ik wil gewoon zeggen, dankjewel dat je keek naar deze video. En dan zien we jou. Met je leuke kopie. Natuurlijk weer later.